Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Saaie Belegger. Vandaag ga ik in gesprek met Veronique S.J. Veronique, allereerst mooie naam. Mooie achternaam. Ja. Waar komt die achternaam vandaan? Frankrijk, maar ik ben niet Frans. Je bent niet Frans? Nou ja, misschien mijn voorouderen, denk ik. Maar ik heb er geen weet van in ieder geval. Oké. Ja, helemaal naar Volendam gekomen. Moest je van ver komen? Valt mee, Amsterdam. Oh, dat is goed te doen, hè? Ik vond het eigenlijk wel leuk, want ik zag eindelijk weer wat groens. En toen dacht ik, oh, ik kan altijd een beetje ademen weer als je uit Amsterdam komt. Ja. Want daar is het toch wel erg stedelijk. Ja, ik had vorige week mensen uit het Midden-Oosten over. En die wilden eigenlijk, daar ging ik mee een rondje fietsen. Die waren helemaal gek van de koeien en paarden. Die wilden alleen maar foto's maken van koeien en paarden. Want die vonden dat zo mooi dat het hier zo groen was. Ja, nou ja, daarom. En veel koeien, die zag ik net ook met zo'n streep erop. Dacht ik, oh, dat ziet er wel lief uit. Ja, dat heb je hier als je in deze kant op komt. Daarom, ik vond het hartstikke leuk. En niet ver eigenlijk, vanaf Amsterdam. Nee, nou, in ieder geval hartstikke leuk dat je deze kant op bent gekomen. Ik ga bij jou ook beginnen zoals ik bij al mijn gasten begin. Ik ben erg benieuwd van, je zit in de financiële tak. Je bent daarmee bezig. Je geeft educatie op het gebied van beleggen. Ik ben erg benieuwd hoe jij financieel opgegroeid bent of opgevoed bent. Opgevoed. Nou, dat is eigenlijk wel interessant, want ik heb een vader die ondernemer is, of ja, is nog steeds. En ja, succesvol ook, maar ook heel erg altijd wel letten op de kleintjes. Dus wij werden wel opgegroeid met, op Schiphol mocht ik nooit een flesje water kopen, want ja, dat kostte 4 euro en water is gratis in Nederland. Werd hij echt boos over als hij dat zag, zeg maar. En nog steeds. En ook bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, ik heb gisteren mijn energiecontract overgezet. Ook omdat ik een appje kreeg met, ja, zit je wel op het goedkoopste contract tegenwoordig? Check even via Pricewise of je een beter contract kan aangaan. Nou, en toen ben ik dus gewisseld naar een contract 22 euro per maand lager dan mijn vorige contract. Dus zo ben ik wel opgegroeid. Heel erg actief zoeken naar hoe kan je het beter voor jezelf maken financieel. En ook, hij zei soms ook wel eens, they're all after your money. Zo van, je moet altijd alert zijn en altijd opletten. En het was dus ook mijn vader die op mijn 23e zei van, hey joh, en niet alleen tegen mij hoor, ook tegen mijn broer en zus. Hey jongens, beleg is tegenwoordig zo toegankelijk. Is het niet eens tijd dat jullie daar eens even wat werk van gaan maken? En nou, ik heb dan zelf economie en bedrijfseconomie gestudeerd. Dus ik ben altijd wel met de economie al bezig geweest. Dus ik ging meteen kijken van, oh, oké, ja, ik heb natuurlijk altijd wel vaak over de beurs geleerd. Hoe dat werkt, aandelenmarkt. Dus ja, ik open wel een rekening. En zo ben ik eigenlijk gestart. En nou, daar ben ik vandaag nog erg blij mee. Want ik ontdekte een erg interessegebied, passie, zeg maar. Ja, dat is leuk. En zo denk ik ook goed dat je vader daar zo scherp op is. Mag ik vragen, wat voor soort onderneming heeft je vader? Ja, echt totaal iets anders. In, moet ik het even goed zeggen, een handelsonderneming in metallurgische producten. Dus gietijzer en ijzer, in welke vorm je het dan ook kan gieten. Ja. En dan voornamelijk in de industriële tak. Interessant. Ja. Totaal iets anders? Totaal iets anders, ja. Ik krijg soms de vraag van, niet over nagedacht om daar door te gaan? Nee. Nee? Nee, dat is niet mijn werktuiggebouw. Kunde heeft hij zelf gestudeerd. Ja, dat ligt wel ver af van wat jij nu aan doet. Ja, dat is niet helemaal mijn kennis. Ja. We hebben soms ook gesprekken van, weet je wel, hoe kan je me helpen? En hij heeft dan altijd wel goede tips. Maar ja, mijn wereldje is ook inderdaad zo ver van die van hem, dat we elkaar vooral veel kunnen leren. Hij zit ook soms bij mij te kijken van, werkt dat dan tegenwoordig zo, weet je wel? Maar hij heeft Instagram account aangemaakt. Om jou te volgen. Ik krijg vaak 3 dagen later pas een like. Maar dan denk ik wel, even een momentje dat hij die app heeft geopend. Ja, precies. Dat is wel leuk. Hey, en voordat je zeg maar bent gaan doen wat je nu doet en op je 23e bent begonnen met je verdiepen in beleggen, was je op jongs van wel al bezig met bijbaantjes en werden dat soort dingen gestimuleerd? Zeker, zeker. Ik heb heel veel opgepast. Dat was een heel chill bijbaantje. Al vanaf mijn 15e, als ik het goed zeg, 5 euro per uur. Maar ja, lekker op zaterdag op de bank tv kijken. En ik vond het ook altijd leuk. Ik vind kinderen ook hartstikke leuk. En daarna ben ik eigenlijk ook best wel jong al examentraining gaan geven. Want ik had een heel goed cijfer gehaald voor economie en wiskunde. En ja, ik was op de middelbare school best wel een nerd. Ik vond het gewoon leuk leren. Ja. En tenminste, de dingen die ik interessant vond, zeg maar, de scheikunde en zo, dat kon ik ook, maar ja, dat interesseerde me gewoon iets minder.
Maar toen ben ik dus, toen ik naar de eerste jaar uni ging, toen woonde ik nog thuis. En nou, dan heb je natuurlijk wat meer tijd, want studeren kost ook tijd. Maar ja, anders dan op de middelbare school. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat, dan ga ik bijles geven. Dus toen heb ik echt wel veel bijles gegeven in het Gooi en Utrecht. En ook examentraining. En dat vond ik echt heel erg leuk. En eigenlijk, dat is dus best grappig als je kijkt naar Young Trader nu. Ja. Dan zit dat er toch nog een beetje in. Dus ja, dat, blijkbaar vind ik dat, trekt mij dat aan. Ja, wel goed om er denk ik altijd mee bezig te zijn. Ook van jongens af aan, om een beetje bewust te worden van dat soort dingen. Ja, zeker. Zeker. En goed, dan ben je gaan studeren. Toen ben je begonnen met beleggen. Ja. En toen in één keer dacht je, laat nou, ik... Nee hoor. Nee? Nee, zo ging het niet. Nee, ik heb dus wat ik al zei, wel economie en bedrijfseconomie gestudeerd. Ja. Dat heb ik ook altijd interessant gevonden, gewoon het financiële aspect ervan. Ik ben ook meer richting de economie per se gegaan dan de bedrijfseconomie. De bedrijfseconomie was ook wel gewoon echt van financieel boekhouden voor je bedrijf. Maar ik vond vooral die geldstromen interessant. Dus hoe dat werkt met vraag en aanbod en ook import en export en dat soort dingen. En nou, toen ging ik dus beleggen inderdaad. En dat was in een periode dat de beurs best wel goed ging. Was, als ik het even uit mijn hoofd zeg, begin 2019. Ja. Zeg ik dat goed? 5 jaar geleden? Ja. Nou, eigenlijk sinds 2010 is de beurs bijna alleen maar omhoog gegaan. We hebben 1 keer een dip, twee keer een terugval gehad. Maar in principe is het gewoon een rechte lijn omhoog. Precies. Nou, het was dus in ieder geval wel dat ik begon als een jaar voor corona. Dus okay, toen ging het best wel lekker ook. Ja. En ik had toen zoiets van, wow, ik zie mijn geld echt wel groeien. Dat kon ik toen zeggen. Ja. En ik dacht, waarom doet niemand dit? Want het is, nou nee, ik belegde echt niet met heel veel geld. Ik bedoel, ik was nog student. Maar ik had wel zoiets van, ik zie het gewoon groeien. En dat interesseerde me zo erg dat ik wel een soort van de roeping voelde om dat tegen anderen te gaan vertellen. Al helemaal op de universiteit. Dat zijn mensen die wel heel erg ambitieus zijn en nadenken. Ik zat toen in mijn master, notabene. En dan denk je echt na van, nou, wat wil ik gaan doen in mijn leven? En ik had zoiets van, dit hoort erbij, jongens. Jullie moeten dit ook doen. Maar ik merkte ook al best snel dat anderen niet dezelfde passie hadden dan ik. Dat ik dacht van, oh, nou, ik ben wel heel enthousiast. Ik merk het enthousiasme wat minder bij anderen. En dat vond ik al best wel gek. En toen kwam eigenlijk corona. En dat was een beetje een zetje in de rug die ik nodig had, denk ik. Want ik werkte destijds nog bij Heineken, 4 dagen per week. Maar ik had een tijdelijk contract. En dat was gebruikelijk. Vaak kwam je binnen als tijdelijk en dan kon je, ja, krijg je uiteindelijk een vast contract. En ik zat helemaal op mijn plek, ging hartstikke goed. Ik was inkoper van business services, dus vooral consultancy en zo. Maar corona. En vanuit het MT kreeg eigenlijk het horen dat alle tijdelijke eruit mochten. Of tenminste, niet verlengd. Want er was geen budget voor. En dat vond ik heel jammer, uiteraard. Maar ik was toen al kort gestart met mijn Instagram. Omdat ik wat meer tijd had door corona. En ik had zoiets van, nou, ik wil altijd al wel iets voor mezelf doen, maar ik weet niet zo goed wat. En ik had toch een beetje dat in die wens, in combinatie met dat enthousiasme voor beleggen, was ik een Instagram gestart. Verdiende er helemaal niks aan. Ik vond het gewoon leuk. En ook leuk om dan een beetje visuals te maken en zo. En toen kwam dus dat verhaal met Heineken. En waardoor ik ineens, ja, geen baan meer had. Nee, je moest dat gaan bedenken. Ja, en toen dacht ik, nou ja, ik ga wel een beetje verder kijken wat ik ga doen. Maar ik had wel gewoon in de tussentijd tijd over. En ik had ook nog wel, nou, ik had wel wat opgebouwd. Dus ik kon ook best wel een maand of 2, 3 even de tijd nemen. En mijn Instagram groeide best wel hard, omdat het natuurlijk corona was, waardoor iedereen niet op vakantie kon. En nee, alleen op zijn telefoon zat. Precies, iedereen zat op zijn telefoon en ineens waren daar mijn visuals. Dus dat groeide best wel hard. En toen had ik zoiets van, nou ja, weet je wat, waarom geef ik mezelf niet de kans om iets van aanbod te creëren? Want blijkbaar is er interesse, eindelijk. En toen heb ik dus mijn boek geschreven, Van Spaarvarken naar Beurswolf. Dat begon eigenlijk ook niet eens als het idee van, ik ga een boek schrijven. Ik dacht, ik ga een soort beginnersguide schrijven. Maar ja, daarin zag je dus mijn enthousiasme voor beleggen. Want ik begon en ik denk binnen 2 weken had ik 120 pagina's. Ja. En toen dacht ik, ja, om dit al te gaan verkopen als een beginnersguide, dan doe ik mezelf ook tekort. Dus toen ben ik er wel echt werk van gaan maken. Van oké, weet je wat, dan gaan we het echt serieuzer doen. Dan ga ik met redacteuren kijken of ik het nou echt tot een boek kan maken. En toen heb ik mijn boek verkocht. En dat ging ook weer goed. Dus toen dacht ik, ja shit, ik vind het veel te leuk. Ja. Dit werkt en misschien moeten we hier gewoon
ja, werk van gaan maken. Maar ik heb wel ook soms twijfels gehad, hoor. Dat zal ik eerlijk zeggen. Kijk, ik kom van de uni. Ik zit in een bubbel waarbij iedereen begint bij een corporate. En ik heb zelf 2 masters gedaan. En altijd gedacht ook van, nou, weet je, waar ga ik dan werken? Ja. Nou, dit had ik niet per se gedacht. Maar ja, aan de andere kant ben ik zelf een gevoelig, impulsief persoon. En dit voelde goed. En dat gevoel heb ik gewoon gevolgd. Ja. En hoe reageerde dan jouw omgeving op al dit soort besluiten? Want ik kan me voorstellen, als je ouders bijvoorbeeld zien dat je nou zoveel tijd aan het studeren hebt besteed en goed je best hebt gedaan met 2 masters, uiteindelijk eindigt. Ja. En dan zegt, nou ja, ik ga even voor mezelf beginnen. Ja. Nou, het grappige is dat ik denk dat mijn ouders wel, ik ben altijd wel zelfstandig geweest. Dus ik denk dat mijn ouders ook wel zoiets hadden van, nou ja, weer een idee van, ja, zal wel goed komen. En mijn vader was wel heel enthousiast van, oh, wat leuk dat je iets voor jezelf gaat doen, weet je wel. Wat het ondernemen, die zag een soort van, oh, ook een ondernemer terug. Maar ja, ze hebben me eigenlijk altijd heel erg gesport. En het grappige is wel, ik heb mijn Instagram pas verteld aan mensen toen ik het al best wel een tijdje deed. Ik heb het in het begin nog niet verteld aan mensen, wat wel grappig was. Ja, mensen uit je omgeving, dat neem ik aan. Ja, ja, mensen uit je omgeving, ja, zeker. En waarom ik dat niet deed, was eigenlijk ook heel bewust. Ik vond het heel erg leuk. En ik merkte echt een soort vlammetje waar mensen het over hebben, weet je wel. Van dat je ineens een soort drive voelt. En ik werd gewoon eigenlijk obsessed met mijn eigen idee. en ik had zoiets van, ja, weet je, misschien begrijpen mensen het niet. Maar dat maakt me ook even niet uit. En in plaats van dat al helemaal te moeten gaan uitleggen en zo, dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon doen. En dan zie ik wel of het aanslaat of niet. Of niet. Weet je, dat kan ook. Dan heb ik een leuk project gehad. Maar dat ging best wel goed. En toen rond de 2000 volgers heb ik het een beetje aan mensen verteld. Van, ik ben al een langere tijd ergens mee bezig. En dat werd eigenlijk heel hartelijk ontvangen. Maar toen zijn de meeste mensen ook, huh? Hoe kom jij niet 2000 volgers? Ik zei, ja, ik ben eigenlijk al wat langer mee bezig. Maar ja, dus nee, dus dat is ook wel heel grappig gegaan. Het is helemaal niet een voorbedacht plan geweest. Het is eigenlijk heel erg soepel. Het is gewoon ontstaan. Ja, het is van een hobby uiteindelijk mijn werk geworden. Ja. Want het is een moment dat je echt ervoor kiest om er echt je werk van te maken. Ja. Nu heb je er een bedrijf van, meegemaakt. Klopt. Welke kant gaat het nog op? Want je hebt nu een cursus gelanceerd. Ja, ja. Nou ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik ook veel mee bezig. Het is omdat ik eigenlijk van een hobby naar een bedrijf ben gegaan. Dat vond ik soms ook nog wel lastig. Want normale mensen, maar sommige ondernemers beginnen met, dit is mijn plan, dit is mijn bedrijfsplan en hier ga ik heen en dit heb ik aan investeringen nodig, et cetera. En ik ben er eigenlijk een beetje ingerold, waarbij ik steeds meer denk, oh, nou, dit werkt ook. Oh, dan gaan we dit doen, et cetera. Maar en zo ben ik eigenlijk ook sneller in die influencerrol gerold dan dat ik wilde. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ik bedoel mee te zeggen, ik wilde graag een bedrijf. En met producten en verkoop, et cetera. Maar doordat die Instagram zo hard groeide, werd ik al heel snel gevraagd van, hey, wil je bij ons in de podcast? Of hey, wil je hier spreken? Of hey, wil je dit doen? En dat vond ik allemaal heel erg interessant. Dus in het begin zei ik alleen maar, ja, ja, is goed. Ja, gaan we doen, gaan we doen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben eigenlijk bij iedereen hen aan het helpen in hun bedrijf. Maar wie denkt er aan mijn bedrijf? Ja. Dus toen heb ik begin dit jaar echt een switch gemaakt, vooral qua mindset. Dat ik dacht, ik ga nu echt op alles nee zeggen. Ik wil eerst dat product, want dat boek had ik dan al, maar ik wilde graag die cursus. Ik wilde heel graag gewoon mijn eigen producten, dus niet, weet ik veel, samenwerking of marketing of sprekersklussen. Nee, mijn bedrijf. En dat heb ik dus nu 8 maanden lang gedaan, iets meer op de achtergrond getreden ook. En nu is mijn cursus live. En nu vind ik het dus bijvoorbeeld weer heel leuk om dan wel in een podcast te komen, want dan kan je daar ook over vertellen. En waar ik heen wil, is eigenlijk wel echt educatie. Dus vooral beleggers. En nou, ik heet op Instagram dan Young Trader, maar ik heb al ontdekt, mijn doelgroep is 18 tot 45. En dan voornamelijk 25, 35. Dus misschien iets meer young professional. En wat ik heel graag wil, is gewoon de plek worden waar young professionals naartoe kunnen met hun vragen. En dan ook niet zozeer zeggen, oh, dit moet je doen. Maar meer, dit is er mogelijk. En deze vragen moet je jezelf stellen. En als je die vragen hebt beantwoord, wat zijn dan je mogelijkheden?
En eigenlijk daar een soort ja, vriend, vriendin in vormen die zegt, nou, neem mijn hand maar vast of pak mijn hand maar. En ik help je door die, ja, dat bos van mogelijkheden heen en totdat je op je plek zit. En ik denk als je een bepaalde kennis hebt, je hoeft ook niet alles te weten op de beurs. Als je bepaalde kennis hebt, je kent de basisregels, je kent de do's en don'ts. Dan kan je het ook voor jezelf dusdanig instellen dat je vanuit daar gewoon vermogen op gaat bouwen. En dat je er 2 keer per jaar naar kijkt van, hey joh, gaat het nog zoals ik wil en wil ik misschien wat veranderen? Maar nou ja, zoals jouw podcast ook heet, de saaie belegger. Het is helemaal niet zo, het hoeft spannend, helemaal niet zo druk te zijn. Je kan het hartstikke saai toepassen, maar alsnog vermogen opbouwen. Ja. Maar daar moet je wel even wat voor voorkennis, voorwerk voor doen. En daar wil ik graag in helpen. Nou, klinkt in ieder geval zeer ambitieus en goed. Ja. En ik sta zeker achter wat jij doet, want wij doen in principe hetzelfde. Dus ergens zijn we een beetje concurrenten. Ja. Maar jij, mij zit. Fried, nee. Ja, kijk, ik vind altijd dat je moet. Weet je, uiteindelijk heb je, als je iets wil bereiken, dat gaat je nooit alleen lukken. Hè, kijk, ik vind ook, waarom ik dit doe, is puur omdat ik het belangrijk vind dat jongeren beter geïnformeerd worden over beleggen en geld. Ja. En dat gebeurt wat mij betreft veel te weinig, ook op school. En, daar ben ik het mee eens. En dan ga ik gewoon kijken, oké, nou, welke mensen doen nog meer hetzelfde als wat ik doe, of die streven daarnaar, en dan nodig ik die graag uit. Ga ik daarmee in gesprek, vind ik ook leuk. Ja. En uiteindelijk kun je samen iets bereiken. Ja, je kan elkaar ook helpen. Hè? Zeker. En eigenlijk je best practices delen van, hey joh, wat werkt nou bij jou en wat werkt nou bij mij? En ik vind wel in, nou ja, dat heb jij sowieso ook gemerkt, de beleggerswereld van tegenwoordig zijn er heel veel accounts die over beleggen. En zeker niet allemaal hetzelfde. De ene heeft een bepaalde invalshoek, een ander type strategie. Maar ik vind wel dat tegenwoordig, omdat er zoveel zijn, vorm je je eigen bedrijf ook door de persoon die erachter staat. Zeker. En jouw visie en wat jij kan helpen. En ik denk dat het daar mooi in is dat je elkaar ook kan aanvullen. Weet je, je bent allemaal uniek. En ik denk dat je ook je unieke kijk hebt op hoe je het gaat aanbieden aan mensen. En ja, de een past bij mij, de ander past bij jou. Zeker. Wat je zegt, je kan nooit in je eentje de hele markt bevredigen, denk ik. Nee. Dus je kan ook conculega's zijn. Zeker. Waarom heb je ervoor gekozen om, ja, zeg maar, je hebt nu een product gemaakt. Het gaat specifiek over ETF beleggen. Ja. En ETF's, voor de mensen die niet weten wat ETF's zijn, we zeggen, het zijn eigenlijk een mandje van aandelen, die dan, of er worden indexen, die worden dan in kleine stukjes gehakt, waardoor jij het voor een lager bedrag kunt kopen en je toch met de index mee kunt doen. Ja. En waarvoor heb je er gekozen om je daar in eerste instantie op te focussen? Nou, daar heb ik inderdaad over nagedacht. Ik dacht, beginnen met beleggen, dat heb ik in mijn boek proberen te doen. Dat is nog steeds heel erg breed. Want, nou, dat weet je geen ander, je kan in zoveel investeren. En wat mij heel erg opviel bij dus die doelgroep, die juppen, tenminste 25 tot 35, was dat ze vaak weinig tijd hebben, maar wel veel op de spaarrekening. Of in ieder geval, de spaarrekening is zich aan het vullen, omdat ze hard aan het werk zijn, net begonnen of een paar jaar aan het begonnen. Ze willen graag nog veel promotie maken. En ze hebben zoiets van, ja, ik weet dat ik wat met mijn geld moet doen, ik weet wel hoe dat werkt, maar ja, waar haal ik de tijd vandaan? En waarom ik voor ETF's ben gegaan, is omdat eigenlijk ETF's als product minder tijd vereisen dan aandelen. Want je hoeft niet allemaal bedrijven individueel te gaan analyseren en die ook heel erg bij te houden. Je kan echt het eigenlijk een treetje hoger tillen van, weet je, in plaats van dat je in Google of Alphabet investeert, zeg ik, nou, de tech. Ik weet dat tech heel groot is. Ik wil liever gewoon alle grote partijen van tech in het mandje en daarin investeren. En dan zal er één beter presteren dan de ander. Maar uiteindelijk compenseert het elkaar ook een beetje. En dat is dan nog alsnog een sector. Hè? Je kan natuurlijk ook nog zelfs zeggen, we trekken hem nog wat hoger en ik investeer in de wereld. Zeker. Dus ik vind ETF's heel mooi, omdat ze eigenlijk al zorgen voor spreiding. Maar alsnog kan je heel veel keuzes maken. Want je kan op een hele specifieke ETF gaan investeren. Maar je kan ook in een ETF investeren die dus wereldgespreid is. En nou ja, dat vond ik zelf heel interessant. Ik merk ook aan mijn eigen investeringsstrategie dat ETF investeren wellicht wat saaier dus is. In de zin van, het gaat minder hard op en neer dan één aandeel. Maar aan de andere kant,
ja, als jij er niet veel mee bezig wil zijn, wel verstandig met je geld om wil gaan, dan vind ik daar dus een ETF een mooi product voor. Ja. Dat past daar goed bij. Nou, ik denk vooral dat ETF's, want ik ben zeker voorstander van, vooral voor jongere mensen, als je voor de lange termijn vermogen op wil gaan bouwen en je wil er niet te veel tijd aan besteden, omdat dat is vaak het grootste probleem bij de mensen. Ja. Dan is een ETF natuurlijk prachtig om gewoon in te beleggen. Ja. Want ja, je koopt het één keer per maand, wij spreken. Dat zou het mooiste zijn als je dat, dat een beetje kunt doen. Ja. En dat hou je vast. En ja, kijk, spreiding is natuurlijk een woord wat bij beleggen heel vaak voorbij komt. Hè. Spreiding is een soort holy grail voor de meeste mensen. Ja, wel ja even en terecht. Nou, ben ik niet helemaal mee eens. Want kijk, als je gewoon naar de cijfers kijkt. Kijk, uiteindelijk kan iedereen snappen dat als je 20 bedrijven hebt, dat beter is dan één. Ja. Alleen er zit ook aan spreiding zit ook een soort max. Want, nee, dat is zeker waar. En wat we ook in, als je naar statistiek kijkt, dan zie je dat ook in het verleden bij coronadip, in de financiële crisis, dat in principe dan als dat soort scenario's voorbij komen, dan gaat gewoon alles naar beneden. En dan kun je nog zo goed gespreid zitten, maar dan ga je gewoon gespreid naar beneden, zeg ik altijd. En dan moet je kunnen accepteren. En dat is niet erg. En dat ik zeg altijd mijn champagne-strategie. Dus op mensen, dat de beurs naar beneden gaat, 20-30%, trek een fles champagne open en denk, hey, korting. Ik kan gewoon weer met korting mijn ETF's gaan kopen. En weet je, wij zaten voorheen op de beurs op Beursplein 5, voordat we in Volendam zaten. Oh. En als de beurs naar beneden ging, dan stond er niemand in de rij bij de beurs om aandelen te kopen. Maar op het moment dat de Bijenkorf uitverkoop had, en toen waren er nog de drie doldwaze dagen, dan stonden ze letterlijk elkaar bijna in elkaar te slaan voor de deur om als eerst naar binnen te komen. En dan is een korting. En dat is natuurlijk, dat was een heel mooi contrast, denk ik. Bij een winkel gaan we bij korting kopen. Maar bij de beurs, op het moment dat je eindelijk iets goedkoop kunt kopen, wat hopelijk dan uiteindelijk weer waarde gaat genereren, dan doen we dat niet. En zijn we vaak te laat. Hè? Gaan mensen pas kopen op het moment dat we al 5 jaar aan het stijgen zijn. En iedereen om je heen zegt, hey, ik ben goed geld aan het verdienen. En denken we, nou, nu ga ik ook maar meedoen. Nee, ja, maar dit is ook, dit blijft interessant. Want je kan dit nog zo vaak uitschrijven. Ja. En nog zo vaak benoemen. En toch nemen emoties het over. Zeker. Want ik heb genoeg financieel onderlegde mensen in mijn kringen. En die zie ik het zelfs doen. Ja. Dat ik denk, maar jongens, je weet toch hoe de beurs werkt? En dan alsnog is het van, ja, maar ja, ik zie mijn vermogen echt ineens zakken. Ja, ik stop met dat beleggen, man. Want ja. Lekker dan. Ik heb er echt veel in gestopt. En ik alleen maar rode cijfers. En dan denk ik, ja, maar juist nu moet je doorpakken. Ja. Want ik bedoel, en dan inderdaad, als het dan lekker gaat en het gaat er weer over op de Vrijmibo, dan ineens is het weer van, oh ja, trouwens, dat account, oh, die app heb ik nog. Oh nee, oh ja, misschien ga ik ook maar weer beginnen. En dan denk ik, oh, dit is gewoon letterlijk de fout. Ja. Maar ja. Het is een beetje te laat komen op een feestje, weet je, dat een feestje al een paar uur heel gezellig is en jij komt net een half uur voordat het feestje afgelopen is, kom je binnen. En dat is wat je vaak ziet bij beleggers. En dat is inderdaad de emotie die beleggers hebben. Mensen kunnen niet echt verliezen. En dat de meeste mensen niet in ieder geval. En hoe goed je het ook uitlegt, hoe goed je ook aangeeft van oké, als je dit gaat doen, en helemaal als je 18 of 20 bent of 25, dan ga je het voor de komende 30 jaar als het goed is doen. Ja. En dan weet je gewoon, die 30 jaar is de kans best wel groot dat er een keertje een periode tussen gaat zitten die niet fijn is. Ja, en kan zelfs ook lang duren, dan zeker wordt het moeilijk. Want in het verleden hebben ze 17 jaar, hè, en dan zaten dipjes in van 20, 60, 50, 40%. En dat is natuurlijk niet heel aantrekkelijk. Alleen je kunt dan ook met 60%, 40% en 20% korting inkopen. Ja. Als je het voor de lange termijn doet. En dat is natuurlijk, en daar is denk ik wel vaak een mismatch. Dat ja, als je jong bent, moet je die strategie volgen. Maar als je misschien wat ouder bent en je horizon is niet meer 30 jaar. Want kijk, iemand van 60 kan wel zeggen, ik ga nog even lange termijn beleggen. Maar de vraag is, hoe lang is je lange termijn nog? En als je jong bent, heb je, als het goed is, een lange termijn. En ja, dan moet je wel goed gaan kijken naar welke strategie bij je past. En ik denk het ETF-beleggen, wat je aanbiedt, fantastisch is om te doen als je jong bent. Ja, maar dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want daarmee geef je eigenlijk aan van als je dus wat ouder bent, dan zou jij zeggen iets meer focussen op aandelen. Nee, nou ja, wij staan daar sowieso heel, onze filosofie is totaal anders. Wij zeggen gewoon, we willen in controle zijn op ons risico. Want één ding bij beleggen is onzekerheid. Want je weet niet wat er morgen gaat gebeuren. Dat hebben we al heel vaak gezien. Dus je kunt wel iets gaan kopen. En de meeste mensen kopen iets. En dan zeg ik, ja, waarom heb je dat gekocht? Ja, dat gaat stijgen. En dan zeg ik, oké, hoe weet jij dat dan? Ja, nee, goede cijfers, dit en dat. Dus, mooi dat jij dat al weet. Maar kijk naar een bedrijf als Adyen. Is de afgelopen jaren alleen maar omhoog gepraat. Ja. En gaat gewoon 50% onderuit in een paar maanden tijd. Ja. Dus je weet het niet. En er kan morgen een gek zijn die in toren invliegt, hè, wat we in het verleden hebben gezien. Er kan in één keer een boekhoudfraude zijn, wat we ook in het verleden hebben gezien. Er kan in één keer een virus ontstaan. Dus dat, de onzekerheid naar de toekomst zal er altijd zijn. En als je dat weet, dan weet je één ding, dat je dat dus niet, dat je niet kunt voorspellen. Nee. En
dat klinkt vaak heel makkelijk, maar dat is wat de meeste mensen toch doen. Hè? Want ze gaan iets kopen. En dat zullen ook mensen aan de ETF gaan beleggen. Die kopen het met de verwachting dat het gaat stijgen. En als dan de eerste maand het niet naar omhoog gaat, dan denken ze, ja, het klopt helemaal niet waarom ik dit ben gaan doen. Dan gaan ze jou vragen van, ja, jij zegt toch dat ik ETF moet gaan kopen. Hè? Krijg je dat soort dingen. Maar wat wij vooral voor de wat oudere mensen die een wat groter vermogen hebben, ja, als je niet meer 20, 30 jaar hebt, want een dipje kan voorkomen. Nou, in het verleden hebben we al gezien dat dipje uiteindelijk weer goed komt. Ook dat is geen garantie, want dat is ook iets wat we niet weten in de toekomst, of dat weer zal zo zijn. Dus wij proberen uit te leggen, er zijn mogelijkheden op de beurs waarbij je met een soort verzekering gaat beleggen. Iedereen die een huis heeft, moet verplicht een brandverzekering hebben. Nou, ik weet niet of jij veel mensen in je omgeving hebt waarbij het huis is afgebrand. Nee. Maar een paar, maar enkele. Ja, maar het zijn er over het algemeen niet heel veel. Maar iedereen heeft wel een brandverzekering. Terwijl op de beurs ontstaan ook wel eens brandjes. En ja, waarom zou je dan daar geen verzekering hebben? En wij leren mensen dus vooral te beleggen met een soort verzekering. Dus na te denken, oké, iets wat ik wel kan controleren is het risico. Want die producten zijn er. En dan kun je eigen risico-rendementsverhouding gaan creëren in je portefeuille. En dat geeft wat meer rust als je wat ouder bent. Die zegt, nou, ik heb niet meer 20 jaar. Want ja, als je vandaag begint en je hebt dan de komende 17 jaar een dalende markt. Ja, dan sta je wel even te kijken over 20 jaar op het moment dat je 80 bent en misschien van je geld wil genieten. Maar daarmee bedoel jij vooral hedgen dus, als ik het goed begrijp? Nee, wij doen heel veel met opties. Oh, ja, precies, ja. Ja, okay. Dus wij met put-opties dan, dat is misschien te ingewikkeld voor nu, maar wij gebruiken put-optie. Ik was zelf even aan het denken van, hoe bedoel je verzekering, maar ik snap wij gebruiken put-opties dan bijvoorbeeld om een soort brandverzekering op je portefeuille te bouwen. Nee, dat snap ik hem. Want waarom ik het vroeg was, omdat je normaal altijd een beetje hoort, hoe ouder je wordt, hoe sneller inderdaad je geld weer nodig hebt. Dus dan wordt er vaak een beetje gezegd van, ga wat meer focussen op obligaties. Ja. Maar in jullie geval probeer je via put-opties dan die zekerheid in te brengen. Ja, maar kijk, obligaties wordt altijd geroepen. Hè? En ik weet niet of je vorig jaar gekeken hebt naar bijvoorbeeld defensieve portefeuilles. En ging vorig jaar gewoon 15% onderuit. En dan kun je zeggen, ja, ik heb een meest defensieve profiel. Ging bij de meeste aanbieders, vermogensbeheerders, ging allemaal tussen 13 en 15% onderuit. Waarom? Omdat er obligaties in zaten en de rente ging stijgen. Ja. En als je kijkt naar de historie van obligaties, dan zijn er periodes geweest waarbij obligaties gewoon 70% onderuit gingen. De afgelopen 20, 25 jaar is dat bijna niet meer gebeurd. Waarom? Omdat rentes alleen maar naar beneden zijn gebracht. Ja. Dus op het moment dat je nu je portefeuille gaat volstampen met obligaties en de rente gaat weer stijgen, dan kan dat echt wel heel vervelend aflopen. Ja. Dus je moet ook daar moet je over nadenken. En ja, weet je wat je nu ziet bij de meeste mensen? En daarom vind ik het tof dat jij gewoon zegt, ik ga mensen het zelf leren. Ja. Want heel veel mensen denken niet, nou, die gaan naar een bank en die gaan zeggen, nou, ik ga mijn geld daar neerzetten. En dan gaat de bank voor jou in 9 van 10 keer gewoon ook een soort ETF beleggen. Daar hebben ze een mooi fondsje van gemaakt. Maar het is eigenlijk een soort ETF. En daar betaal je dan voor. Maar eigenlijk doen ze helemaal niks. Nee. Heb je het boek De Beleggingsillusie gelezen? Ja, zeker. Ja, nou, dat vond ik een heel sterk boek. Zo van, er zit een tegenstrijdigheid in je geld geven aan de bank van, ga er het meest mee verdienen, maar zij verdienen op jouw geld. Ja. Kijk, en dat zou ik op zich niet erg vinden als want wij hebben ook een eigen beleggingsfonds. Wij verdienen ook wel eens geld op andermans geld, maar wel met een andere filosofie. Want kijk, een bank die zegt gewoon, die gaat bij wijze van spreken ook een ETF-portefeuille voor jou creëren, met misschien een beetje obligaties bij, ligt eraan welk profiel ze hebben. Maar ze gaan gewoon de markt volgen. En op het moment dat de markt daalt, ga je gewoon mee naar beneden. Dus de toegevoegde waarde, wat mij betreft, van een partij die dat aanbiedt, is minimaal. Tenzij ze echt kunnen laten zien dat ze echt onderscheidend zijn. En ik heb met heel veel partijen gesproken. En 9 van 10 keer zegt ze tegen mij, ja, u bent waarschijnlijk niet de geschikte klant voor ons. Ja. Omdat ze geen antwoord kunnen geven op de vraag van wat ze nou echt uniek maakt in slechte tijden. Ja. Want ze volgen gewoon de markt en ze zeggen gewoon heel simpel, het komt wel weer goed. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk zeggen als je 18 bent, maar als je 60 of 65 bent en stel je vader verkoopt zijn bedrijf, die gaat naar vermogensbeheerder en die komt 17 jaar in de min staan, nou, dan is het maar de vraag of je het heel fijn vindt als ze dan gewoon tegen hem zeggen, nou, het komt wel weer goed. Ja. En dat hebben wij in het verleden wel gezien. Ze zeggen ook altijd, dat vind ik ook een mooie uitspraak, geld verdienen is 1, maar geld niet verliezen is 2. Ja. Ja, en als je inderdaad grotere bedragen hebt, als je het spreekt over een doelgroep van 50 tot 70, dan beleg je vaak met echt grote bedragen en dan slaap je echt wel wat minder lekker met een koersdaling. Zeker, en dat gaat mensen die ETF gaan beleggen, komen na een tijdje, als ze dat een aantal jaar doen, komen ze op zo'n punt dat het bedrag wat groter is. En dan moet je ook gaan afvragen, oké, weet je, vind ik het nu nog fijn als ik 40, 50% kan beleggen? Ja, nee, maar daarom, maar eigenlijk ik kan verliezen beleggen, ik zeg verliezen, moet ik zeggen. Deze discussie is sowieso wel interessant, want dit laat heel erg zien
ja, dat beleggen ook gewoon een zee aan mogelijkheden biedt. En het ook heel erg afhankelijk is van je situatie. Zeker. Weet je, je leeftijd is alweer een factor dat meespeelt. Je inkomen is een factor die meespeelt. Je gezinssamenstelling speelt mee. Hoeveel risico kan je je veroorloven of niet? Ja. Het feit of je ondernemer bent of een bedrijf voor een bedrijf werkt. Ja. Er zijn zoveel factoren die meespelen. En ik zeg altijd wel, je hoeft niet alles te weten. Daar ben ik het ook mee eens. Je hoeft niet alles te weten. Is zo vaak ook niet goed, hè? Nee, daarom. Maar het is wel goed om gewoon die basisprincipes te kennen en zelf te blijven nadenken. Dat ook vooral. Want het is bizar hoe vaak ik een DM krijg met: hi, vind je dat ik hier moet beleggen? Of hi, waar moet ik beleggen volgens jou? En ik zeg altijd, ik geef geen advies. Nou, dan zijn ze vaak ook nog boos. Ja, ja, hoezo? Je weet het toch zo goed. Ik geef geen advies. Ik wil graag jezelf aan het nadenken zetten. En ik kan je wel helpen met mijn boek of met mijn cursus. En dan worden ze inderdaad vrij boos. Ja. Maar dan vind ik het ook altijd best interessant dat ik denk, het is toch raar dat je gewoon je vermogen vertrouwt aan, ja, oké. Okay, ja, wel een vreemde. Kijk, je ziet me natuurlijk elke dag op Instagram, maar in principe kennen we elkaar persoonlijk niet. Nee. En dan denk ik, zo simpel hoe ze zeg maar vanuit onwetendheid zeggen van, hier heb je mijn geld. Het is vaak ook gemak, hè? Want kijk, ja, maar als je bedenkt hoe lang je bezig bent om dat geld te verdienen. Ja. Dan denk ik, maar dan de moeite stoppen in het even leren van, oké, wat is wijsheid om te doen met mijn geld? Dat is dan te veel gevraagd. Ja. En dan geven ze het liever gewoon aan een partij van, doe jij het maar. Ja, maar vraag maar eens in je omgeving van hoeveel mensen weten wat ze uitgeven elke maand wat er binnenkomt en of ze precies weten hoe dat in elkaar zit. Hè, daar hebben mensen zeggen, ja, ik heb helemaal geen tijd voor, weet je, er staat nog geld op mijn rekening, ik zie het allemaal wel. En dan zeg ik, oké, maar je gaat elke dag naar je werk, sta in de file en dan verdien je een paar euro, ga je terug naar huis en heb jij geld verdiend. Dan heb je keihard, ben je 8 uur per dag aan het werk voor je geld. Dan heb je het binnen en dan zeg je, vervolgens zeg je niet, nee, ik ga niet investeren om dan het geld wat ik heb aan het werk te zetten. Daar ga ik dan niet in investeren. Dat vind ik lastig en kost veel tijd. Dat is natuurlijk een compleet rare benadering. En als je kijkt in het buitenland, in Duitsland en landen om ons heen, maar ook aan de andere kant van de wereld, landen als Taiwan, China, daar zijn mensen zoveel meer bezig met, oké, hoe kan ik mijn geld aan het werk zetten? En dat is van jongs af aan wordt dat er een soort van ingestampt. Terwijl hier is het natuurlijk vooral, ga lekker sparen. Ja, dat is Nederland. Word langzaam arm op je spaarrekening. En dat is wat je dan doet. En dat is wel een heel ander beeld. Maar goed, daar hebben wij mee te maken. Dat is ons probleem als ondernemers. Maar om die mensen over te halen in die zin. Om daarover na te denken. Nou ja, het is leuk om... ik vind het leuk om met jou te spreken, want je merkt dat wij samen allebei dit voelen. Zo van, hallo jongens, doe eens anders. Maar zoals ik al zei, hoe enthousiast ik op mijn 23e was, ik dacht echt, als iedereen dit weet, dan wordt iedereen enthousiast. Ja. Nou nee hoor, ik was er echt verbaasd over. Nee, maar de meeste mensen gaan zeggen ook, als je zegt, ik doe iets met beleggen, ja, dat is gevaarlijk gokken, weet je. Dat soort antwoorden krijg je altijd. Ja. Ja, op het moment dat je niet weet wat je aan het doen bent, dan is het ook gokken. Maar op het moment dat je gewoon in ieder geval voor jezelf een strategie hebt en erover nagedacht hebt van oké, ik ga dit doen. Want er zit een stukje bewijs in het verleden. Dus dat, nou goed, als we dat naar de toekomst toe trekken, dan zou het beste moeten werken. Hè? Als je kijkt naar, je hebt een mooi onderzoek, ik weet niet of je dat kent, van professor Siegel. Die heeft onderzocht vanaf 1802 tot en met nu, wat was er met $1 gebeurd als je het in goud had gestoken, $1 had laten zijn of in obligatie had gestoken of in aandelen. En? Mag je raden, wat had het beste gedaan, denk je? Dus nog één keer, goud, obligaties of aandelen? Ja, of geld, gewoon cash. Dus geld op je spaarrekening. Nou ja, omdat het van jou komt, denk ik aandelen. Ja. Nee, maar ze hebben, en dat klopt. Ja, zeker. Ja. Met die ene dollar was, als je dat laat staan, over de 200 jaar, dan was het nu nog 4 cent waard geweest door de inflatie, dus koopkracht. Wauw. Ja. 4 cent? 4 cent. Wauw. Als je goud had gehad, was het 4 euro nu. 4 dollar, het is een dollar gemaakt, dat is $4. Dat is ook niet heel spectaculair. In ieder geval iets gestegen. Ja, maar kan je zeggen. Een beetje waardevast. In ieder geval waardevast. Koopkracht behouden. Zeker. Obligaties had je volgens mij, bedrijfsobligaties en staatsobligaties, tussen de 1200 en 3000. En aandelen, 2,3 miljoen. 200 jaar. En goed, en die grafiek wordt ook door heel veel professionals gebruikt. Van kijk, lange termijn beleggen is rendabel. En is ook aandelen zijn de beste strategie voor je geld. Ja. Alleen wat je niet ziet in die grafiek van 200 jaar, staat er af en toe ook dipjes in zitten. Ja. En ja, daar moet je over nadenken. Maar goed, dus, dat is het bewijs dat je in principe kunt zeggen over de lange termijn, je geld laat staan, wordt waardeloos. Nou goed, we zoeken je waarde vast, zou je over goud kunnen nadenken. Maar wil je rendement gaan maken op je geld, dan is eigenlijk de enige weg aandelen. Ja. Interesting. Ja. Goed, het is wel leuk dat we een beetje op deze manier over, over beleggen kunnen praten. Ja. Ja. Nee, zeker. Jouw
Jouw cursus is live, mensen kunnen meedoen bij jou, alles leren over ETF's. Ja. Aan wat voor dingen moet ik dan denken? Je bedoelt wat voor modules ik behandel? Nou ja, gewoon wat ga je vertellen over ETF's? Want ja, over ETF's valt natuurlijk een hoop te vertellen. Maar wat zijn nou even key points als ik zeg, nou, ik wil, wil ETF beleggen? Nou ja, hoe het begint is, wat ik best moeilijk vond was, ja, weet je, voor wie is de cursus? Eigenlijk mensen die wel snappen wat beleggen is, maar verder niet, ja, nog nooit gedaan hebben of niet weten hoe of wat. Dus eerst leg ik kort gewoon echt de ETF uit. Wat is een ETF? Dat mandje met aandelen. Maar binnen de wereld van ETF's heb je natuurlijk nog zoveel mogelijkheden. Je kan spreiden op basis van sector. Je kan spreiden op basis van landen. Maar ook beurzen, valuta of een obligatie. Duurzaamheid, maar ook een obligatie-ETF of een aandelen-ETF. Want je kan ook een mandje met obligaties hebben. Of een mandje met 50-50 obligaties ETF of aandelen. Daar praat ik over. Ik praat over de gigantische complexe titels. Want wat ik vaak van mensen hoor is, ja, dan wil ik in die renewable energy ETF. En dan typ ik dat in en dan krijg ik 50 soorten. Ja, weet ik veel welke ik dan moet kiezen. Ja. Dus daarin benoem ik eigenlijk, ja, weet je wel, de eerste bijvoorbeeld de uitgever, een iShares van Egg, whatever. Daarna kijk je naar Europe of World ETF. Nou, zo gaan we eigenlijk die verschillende labels na van hoe ontcijfer je nou zo'n titel. Ja. Dat stukje is echt een beetje de theorie, dus hoe werkt het? Dan ga ik wat meer over je persoonlijke situatie. Dus hè, wat voor vragen moet je jezelf nou moet je jezelf afvragen? Ja. Ik vind het een beetje gek. Maar ja. Zo weet je, wat ik net al zei, van ben je alleen? Heb je veel al op je spaarrekening? Hou je van risico of niet? Kan je risico lopen of niet? Hoe groot moet je spaarbuffer nou zijn? Bijvoorbeeld heel veel mensen weten niet dat je daar gewoon een tool voor hebt. Of dat je een bepaalde berekening kan doen van nou, 5 maanden salaris. Maar ja, ook dat is dan weer anders als je bijvoorbeeld ondernemer bent ten opzichte van dat je voor iemand werkt. En dan gaan we dus, ja, ik vertel daar een beetje over van wat zijn nou belangrijke vragen bij een strategie. En dan ga je dus echt aan de slag met die vragen voor jezelf. En vervolgens zit ik ook nog een beetje op tools. Dus nou, weet je, je hebt nagedacht. Je weet nu hoe je die ETF's titels ontcijfert. Nu ga je nadenken over wat je ziet in de wereld. Waar geloof jij in? Let erop dat je dan wel dus die spreiding toepast. Dus het kan zijn dat jij een enorme duurzaamheidsstrijder bent, maar dan volledig duurzaamheid. Dus ja, kan je ook wel weer een beetje nadenken van, hé, misschien moet ik ook wel eens een beetje verder kijken dan alleen die duurzaamheid. Puur om een portfolio, dat bedoel ik niet zozeer niet duurzaam, maar gewoon ook andere sectoren dan de energietransitie. En als je dan daar een beeld voor gevormd hebt, daar heb ik dus echt opdrachten mee ook in een werkboek, dan ga je dus leren hoe je een ETF-screener kan gebruiken. En dan benoem ik er een paar en dan laat ik je als het ware oefenen. En dan zeg ik van, weet je, welke vond je nou fijn werken? Kies die uit. En ga voor jezelf dan nadenken van, hoe vaak wil ik investeren? Hoeveel kan ik bijvoorbeeld missen als ik die spaarbuffer heb? En in welke 10 ETF's zou ik dat bijvoorbeeld willen doen? En op welk tijdsbestek? Nou, en zo laat ik je als het ware je eigen strategie schrijven. Ik duw je niet in een richting. Daar ben ik heel erg op gaan zitten. Echt gewoon kritische vragen stellen die jij beantwoordt. En op basis van je eigen antwoorden vorm je een beeld wat je wil. En ja, dan als het goed is, ga je dan zelf aan de slag. Ja. En ik hoop, wat ik er voornamelijk mee wil bereiken, is mensen dat setje in die rug geven met de juiste informatie en tools voor zich. Van, ga er nou eens over nadenken. 2 zaterdagen na je werk, weet je wel, je werkt de hele week. Ja. Ga op zaterdag zitten, kost je uiteindelijk misschien 2 keer in de maand. En dan ben je al klaar met de cursus. Ik bedoel, zo lang hoeft het ook niet te duren. Maar vanaf dan zet je geld wel aan het werk. En daar hoef je echt niet voor mee bezig te zijn. Je kan het zelfs automatisch in kasso instellen en het gebeurt vanzelf. Ja, je hoeft er ook niet mee bezig. Ik denk ook dat het beste is, de mensen die het langs volhouden, of het algemeen zijn mensen die er niet over nadenken. Precies, maar dan voordat je op dat punt bent, moet je dat dus wel even doen. Ja, nee, dat klopt. En eigenlijk is dat die cursus. Ja, gewoon dat stukje van, je hoeft het niet via Google allemaal uit te gaan zoeken. Ik heb je de informatie voorgeschoven die je nodig hebt. Meer heb je niet nodig. Maar denk erover na, stel het in en ga lekker door met je leven. Ja. Maar dan is wel lekker je geld aan het werk. Vraag, geef je dan ook aan mensen aan van, oké, ik zou een x-percentage van je salaris opzij zetten voor, of dat niet? Nee, ik zeg meer van, want kijk, dat is natuurlijk ook best lastig, want
Ja, ieder salaris is ook weer anders qua hoogtes. En ook al is je salaris X, ik weet niet wat je uitgavenpatroon is. Nee, maar daar kun je snijden. Eens, maar ik probeer niet de... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik probeer niet de expert te zijn die jou gaat vertellen wat je moet doen. Ik probeer vooral te zeggen, wat zijn de dingen waar je over na moet denken? Ja. En hoe kan je zelf daarin keuzes maken, dat je wel gewoon naar dat punt komt waar het aan het werk wordt gezet. Want dat is het hele punt. Ik merk gewoon dat heel veel mensen het als drempel ervaren. Dan denk ik, ja, ik weet wel wat dat moet, maar ik weet niet hoe. Ingewikkeld, ja. Ja, ingewikkeld. En ik neem je als het ware gewoon aan de hand en leid je door dat proces waarin je zelf beslist. Maar daarna hoef je er niet meer mee bezig te zijn. Daarna is het gewoon voor je aan het werk op de beurs. En ik laat je dan bijvoorbeeld ook aan het eind nog wel vragen beantwoorden als hoe vaak wil je ermee bezig zijn? Ja. Welke bronnen wil je gaan raadplegen? Weet je, en dan vertel ik een paar die je kunt doen. Ik zeg maar wat, de krant of de podcast of et cetera. Maar maak voor jezelf een plan en voer dat vervolgens uit. En dat is denk ik het meeste hoe je mijn cursus kan omschrijven. En hoe het er dan in de praktijk uitziet, is dat ik het gewoon aan je uitleg, als een YouTube-achtig filmpje, met een werkboek voor je. Ja. En ja, het zijn uiteindelijk 9 modules in totaal, waarvan 1 welkomstmodule, dus 8 modules. En het is wel via een mooi leerplatform, waarbij je echt ook wel ziet welk filmpje je al gekeken hebt. Ga je naar de volgende. Onder elk filmpje heb je een korte samenvatting met takeaways. Af en toe een linkje. Dat vond ik bijvoorbeeld ook best wel moeilijk. Als ik een onderwerp had, dat ik dacht, ja, zo boeiend onderwerp. Maar ja, is dat nou echt in lijn voor deze cursus? Nee, dan zei ik van, nou, wil je hier nou echt meer over leren? Dat kan altijd. Klik dan op dat linkje en dan ga je niet eens altijd naar mijn eigen site, soms ook naar een andere site. Dus je kan hem ook zo lang maken als je zelf wil. Als je nou echt elk detail wil leren, dan ben je er iets langer mee bezig, denk ik. Maar als je gewoon een beetje goed doorheen gaat, dan ben je er 7 uur mee bezig, max. Leuk. Ja. Ja, een mooie sales pitch zo, hè? Ja. Nee, maar ik vind het wel leuk om het te vertellen. Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook goed. En ik vraag het ook bewust. En ik merk dat... kijk, wat je vaak ziet, en je valt in die zin misschien helaas, weet ik niet, onder de categorie influencers. Hè, dat is zeg maar even de categorie. Wel helaas. Ja, nou goed, dat houdt mij ook altijd een beetje tegen. Ik denk van ja, ik wil daar eigenlijk niet die stempel krijgen, maar ik ben het ook niet. Dus voor mij is het ik heb die vraag überhaupt niet. Maar wat je vaak ziet, dat er ook heel veel influencers zijn met een cursus. Hè? En ik vraag het bewust, maar ik vind het belangrijk dat iemand die luistert niet denkt van, hey, zit weer zo'n influencer die ook even een cursusje heeft gemaakt. En ook even een cursusje verkoopt. Want die indruk moeten mensen niet hebben. Want ik vind wel dat je oprecht, ik heb je cursuspagina bekeken, heb de cursus zelf niet gevolgd. Maar het is gewoon belangrijk. En ik sta aan dezelfde kant als jij staat. Van mensen moeten, vooral jonge mensen, moeten gewoon weten hoe dit werkt. Ja, en kijk, wat ik zelf heel erg jammer vind, en dat meen ik serieus, is de media, negatieve media storm die er is ontstaan rondom influencers. Ja. En dat is ontstaan door een paar rotte appels in het vak. En ik ben het helemaal mee eens over die rotte appels. Die roepen maar wat. Die bestaan er. En het is ook altijd nog social media. Hè? Ja. Iedereen kan een account openen. Iedereen kan wat roepen. Dus daar ben ik het mee eens. Maar wat ik jammer eraan vind, is dat er ook een paar goeie tussen zitten. En die worden hierdoor ook eigenlijk besmet. Ja. En wat ze dus nu, heb ik kort geleden gelezen, in Frankrijk doen, is dat ze dus een, ik weet niet hoe ze dat dan noemen, maar een label, denk ik. Je kan dus een soort test afnemen en dan categoriseer je tot een responsible influencer, financial influencer. En als je dan dus een soort van, dat keuringsmerk hebt, dan word je dus... dan kan je in ieder geval onderscheiden van, hey, ik ben niet een van die crappy quick wins influencer. En dat zou ik heel mooi vinden als dat hier in Nederland ook gebeurt. Ga eens even contact met de AVM. Wij kunnen die certificaten wel gaan uitgeven. Lijkt een goede. Want weet je, ik bedoel, kijk, uiteindelijk heb ik gewoon de universitaire opleiding gedaan. Ik heb de beste bedoelingen ook. Is sterker nog, wat ik net zei, ik heb ook twijfels gehad. Want ik heb het corporate leven na 2 masters gedag gezegd om dit te gaan doen. Met de drive om mensen te helpen. Want dat is waar ik gewoon enorme voldoening uit haal. Als dan iemand zegt, oh, ik heb je cursus gevolgd en ik heb nu deze stappen gezet. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja.
En dan komt er in de media te staan, ja, rapper Boef verkoopt een cursus. Ja. Finfluencers geloof ze niet. Nee, waarschijnlijk nog wel veel groter aantal dan die wij ooit zullen halen. Hè? Dat is vaak dat is nog het meest lullige, ja. Ja. En dat vind ik dus ook mooi dat jij de saaie belegger heet. Want dat is gewoon wel een beetje hoe het is, weet je. Kijk, je kan allemaal glamorous BN'er zijn die even een beleggerscursusje gaat verkopen. Maar er is heel veel fout daaraan. Ja. Ik heb ook geen Ferrari of Lamborghini, hoor, nee, waar ik hele coole fout. Films mee maak. Ja, ja. Het moet niet shiny zijn. Het moet eigenlijk... En kijk, het hoeft ook niet echt saai te zijn. Het mag ook gewoon de basisinfo zijn. En ik denk, degene die het vertelt, die kan het ook opleuken. Zeker. Maar inderdaad, die hele Dubai Lamborghini... lifestyle eromheen, ja, die voel ik ook niet helemaal. Ja, ik ga wel voor 2 weken naar Dubai, dus... Ik was vorig jaar ook naar Dubai. Ik ga nu naar Zuid-Afrika. Ja. Maar, ja. Nee, maar ik bedoel, je snapt wat ik bedoel. Ja, dat dropshipping idee, lifestyle, die volg ik ook niet helemaal. Maar, en ik vind het heel erg jammer, laat ik het zo zeggen, er is zoveel aanbod en zoveel diversiteit in accounts, in bedrijven, in cursussen. Ja. Dat we ooit begonnen. Ik vind niet dat je dat op één hoop kan gooien. Nee, dat we ooit begonnen in 2010 waren het eerste bedrijf in de Benelux die cursussen aanbood voor beleggers. Op de manier zoals we dat dan deden. En als ik zie hoeveel collega's we nu hebben, helemaal sinds Instagram en dat soort dingen, dat is echt ongekend. Ja. Ja, en dat is het grappige, want ik heb dat zelf natuurlijk heel erg meegemaakt ook. Ik begon dus net voor corona. En ja, toen was ik ook nog echt, ik had dus 2000 volgers, denk ik. Maar toen zag je ineens een paar namen groter worden. En die ken ik ook, die mensen. Want die waren, nou, dan noem je het maar even de beginnersdagen. Ja. Daar had je toen al contact mee van, hey, jij leuk. Ook? Ja, ja, wat doe jij dan? En eigenlijk daarna... Toen wij wat groter werden, toen was het ineens van wow, misschien moet ik dat ook gaan doen. Nou, en het is bizar als mensen mij volgen, de mensen die ik dus persoonlijk spreek, vrienden of collega's of zo, op mijn flexplek kantoor, die zeggen ook, nou, ik volg jou, ik word gewoon helemaal gespamd. Ik krijg alleen maar volgverzoeken van, ja, beleggers hier of beleggen dat, financieel vrij... En dan denk ik ook, ja, dat komt omdat al die mensen elkaar gaan volgen. Ja, het is dezelfde doelgroep, hè? Ja, en ik snap het wel, daar niet van. Maar dat laat wel zien hoeveel beleggersaccounts er bestaan. Ja. Want ik weet zeker, als jij, ja, weet ik veel, een influencer vanwege de fashion volgt, dat je niet de dag erna 10 volgverzoeken van andere fashionistas erin in je account hebt. Ofwel, maar dan volg ik niet de juiste mensen. Oké. Okay. Om af te sluiten, Veronique. Heb ik gevraagd aan jou, geef nou eens 3 tips, denk eens na over 3 tips die je luisteraars die dit luisteren zou geven. Ja, daar heb ik over nagedacht. En de allereerste is misschien een beetje cliché, maar daar sta ik wel gewoon heel erg achter, is start met kennis. En daar is wel een limiet. Je hoeft niet alles te kunnen kennen voordat je begint. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook gestart met basiskennis over de aandelenmarkt die ik via mijn studie had gekregen. En daarmee ben ik begonnen. Nou, wist ik toen de do's en don'ts? Nee. Die heb ik ook nog geleerd door fouten te maken. Maar ik wist wel hoe de aandelenmarkt werkte. Ik wist wel wat een aandeel was. Ik wist wat een ETF was. Dus daarin zou ik echt als tip meegeven, vraag niet aan een vreemde, hey, waar moet ik in beleggen? Nee. Start dus gewoon met een boek lezen erover. Of inderdaad de podcast gaan luisteren. Totdat je een beetje weet van, nou ja, ik weet nu al een beetje hoe dat beurssysteem werkt. Ik ga een account openen. Het kan tegenwoordig altijd al heel makkelijk en gratis. Ja. En ik ga eens met kleine bedragen kijken hoe dat werkt. Hoe het in de praktijk werkt. Ja, dat zou ik als eerste tip willen meegeven. Dus start echt met kennis. En nummer 2 is hou je hoofd koel. Zoals wij tijdens dit gesprek al aankaarten, er zijn heel veel mensen die je gaan wijsmaken dat zij weten hoe je moet beleggen. En zelfs ook goed bedoelde adviezen van een buurman die zegt, ja, aandeel X, die gaat goed, moet je ook doen. Dat ga je meemaken. En ik denk dat het heel belangrijk is om
altijd je wel bij jezelf te blijven. En dan ook altijd te denken, nou, bedankt voor dit goed bedoelde ongevraagde advies. Ja. Maar ik ga zelf eerst eens even kijken of ik wel ook zelfvertrouwen heb dan in dat aandeel. In plaats van gedachteloos maar mensen te volgen. En tip nummer 3 is dus ook wel die spreiding in gedachten houden. En dat zeg ik ook vanuit eigen ervaring. Ik had bijvoorbeeld zelf, mijn tweede master was een MBA Digital Business. Ik was toen heel erg bezig met digital. En ik wist van dat je moest spreiden. Ik wist dat je een gespreid portfolio moest hebben. Maar zelfs onbewust had ik ook een neiging naar tech, digital. Ja. Waarom? Omdat ik daar gewoon de hele dag mee bezig was. Dus dat zat in mijn hoofd. En daardoor las ik die nieuwsberichten en die ontwikkelingen. En ik dacht niet na over, zeg maar wat, de luxe retail. Want daar was ik helemaal niet mee bezig. En dus zelfs ik heb op die manier wel ervaren op een gegeven moment van, shit, ik heb veel te veel tech in mijn portefeuille. Ik moet misschien toch maar even die spreidingsregel weer een beetje gaan toepassen. Nou ja, en was dat vol vorig jaar of daarna? Dat ik erachter kwam? Ja. Nou, dat was toen het helemaal naar beneden ging met die tech. Ja, daarvoor ging het helemaal lekker, ja. Dan heb je het dus ook niet door. Nee. En sterker nog, je zei het Adyen. Ik heb bijvoorbeeld ook Adyen. Nou ja, als je dus dan niet goede spreiding hebt, nou, dan staat Adyen min 51%. Dan is dus je portfolio min 51%. Dus daarom zou ik wel altijd willen zeggen van, hou die spreidingregel in je achterhoofd. Bij elke nieuwe transactie die je doet, denk er even over na van, wat is dit aan toevoeging voor mijn portfolio en wat doet dat met de balans? Als in qua verschillende sectoren. Want ja, we kunnen nog zo erg denken dat je weet wat er gaat gebeuren in de toekomst, maar dat weet je niet. Ja. En die spreiding is een mooie manier om jezelf een beetje daarin te beschermen. En ik ben het met je eens, hè, er zit wel een limiet aan spreiding. Je kan zeggen, oh, ik koop alleen maar wereld-ETF's, want ja, dan zit ik het meest gespreid. Er is een dynamiek tussen spreiding en risico. Spreiding en rendement. Ja. Hoe meer je spreidt, hoe minder de rendementen zullen fluctueren. Maar anderzijds, ja, als het omhoog fluctueert, dan is het ook wel lekker. Zeker, maar kijk, ook met een World ETF, een MSCI World Index, ga je als het naar beneden. Kijk, als er crisis is, gaat gewoon alles naar beneden. Dus dan fijn dat je, dan ga je misschien iets minder hard naar beneden, maar 9 van de 10 keer valt dat ook wel mee. He, dus dan over het algemeen zie je dat de saaie bedrijven bijvoorbeeld weer wat beter blijven liggen. Ja. Maar goed, ja, dat hoort er gewoon bij. Dan moet je gewoon accepteren dat waarschijnlijk een keertje gaat gebeuren. En wanneer het zal zijn, helaas kunnen we dat niet vertellen. Maar dat is wel gewoon onderdeel van beleggen. Daarom, en ik denk dat het goed is om in ieder geval dat in je achterhoofd te houden. En die basisregels, niet te denken dat je slimmer bent dan de basisregels. Dat ook vooral. Want vooral beginners denken dat vaak. Ik zeg vaak tegen mensen, op het moment dat je gaat hopen, je koopt iets en je bent alleen maar aan het hopen dat het gaat stijgen, dan is het misschien een mooi goed moment om te verkopen, want anders wordt het wanhoop en dan vaak een puinhoop. En dan FOMO en dan heb je emoties niet meer in controle. Nee. Veronique, ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Volendam. Ik vond het een erg leuk gesprek. Ik ook. Wellicht dat we nog een keertje later een tweede sessie doen. Maar in ieder geval enorm bedankt. En ik hoop dat de luisteraars weer wat van je gaan opsteken en wellicht eens een kijkje gaan naar MBA-cursus. Ja, ook bedankt. Ik vond het een erg leuk gesprek. Super, dank je.